Hallo, mijn naam is Kevin van de Classlamp Medical Clinic in Durres, Albanië. En ik ga vandaag een korte video voor je opnemen met een boodschap voor jou als potentiële klant van ons die erover zit te twijfelen of die zijn behandeling in Albanië wil laten uitvoeren. Goed, deze video is zeker nodig, want er staan een aantal tips en tricks in waarmee jij voor jezelf kunt garanderen dat je ook echt geholpen kunt worden, ook op het moment dat jij zelf op de planning hebt staan. En ik zal je een voorbeeld geven om te laten zien hoe wij werken. Goed, we hebben bijvoorbeeld in januari hebben wij een aantal patiënten ingepland voor grote gebitsrenovaties. We hadden 8 patiënten die allemaal rond een bepaalde tijd zouden komen, dus tussen eind januari en eind februari. Op het moment dat zij klaar waren, werd tegen hen gezegd, je kunt ongeveer na 3 maanden terugkomen voor jouw behandeling. Alleen maar liepen we tegen het volgende probleem aan, dat sommige mensen besloten om eerder een vliegticket te boeken dan anderen en dat we daardoor, omdat de capaciteit gewoon niet voldoende was, dat we andere mensen in die periode die ze eigenlijk op het oog hadden, dat we die niet konden helpen. Omdat elk traject wat wij doen, een OM6 bijvoorbeeld, kost 10 dagen, dan werkt een extern laboratorium aan en we kunnen niet altijd meer werk geven dan zij zelf op de planning hebben. Ook omdat zij met andere partners werken, maar ook omdat naast mij, de Nederlandstalige begeleider, ook nog een Italiaanse is en ook nog mensen vanuit bijvoorbeeld Amerika, Engeland en Duitsland komen. Dus, je bent zeer belangrijk voor ons als patiënt, maar je bent niet de enige patiënt waar we mee moeten werken, waar we mee werken. Dus we proberen het altijd zo goed mogelijk met jou te plannen, maar zeker voor mensen die zelf geen snelle actie durven te nemen of die ons geen heldere communicatie teruggeven en nou ja, niet echt op een duidelijke manier aangeven dat ze interesse hebben, dan zullen we soms nee moeten verkopen en zeker als jij nog niet de tickets hebt geboekt. Goed, dus wat kun je dan doen om met ons samen te werken? Je kunt zo helder mogelijk met ons communiceren en ik wil mijn oprechte excuses aanbieden dat ik niet altijd alles even overzichtelijk heb. Ik praat met ontzettend veel mensen. 80% van de mensen die ik spreek, die vragen gewoon informatie op en die, daar hoor ik nooit meer eens van terug. En dat is prima, hoort bij mijn werk. Maar daardoor is het extra moeilijk om die mensen, om met mensen in gesprek te blijven die wel echt interesse hebben. En moet het af en toe ook een klein beetje van jouw kant uitkomen. Goed, ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. Ik probeer het jou naar de zin te maken, zowel in de eerste fase als op locatie. Daar ben ik voor. Ik ben er ook voor om jou te ondersteunen, maar ook om samen te werken met de kliniek, om als tussenpersoon te dienen. Dus hou je niet in, stel je vragen, ben eerlijk, durf met mij te communiceren, ga onderhandelen als je dat nodig acht. Ik spreek graag met je. Goed, ik ben ook telefonisch te bereiken. 316-2757-7357. Maar alleen via WhatsApp, want omdat ik altijd in het buitenland zit, heb ik een beetje soms problemen met simkaarten en met hoge belkosten. Dat wil ik jou niet aandoen en dat wil ik mezelf niet aandoen. Een fijne dag. Ciao.